De Vitaliteitsweek, wat houdt dat in? De Vitaliteitsweek is voor ouderen opgezet, is ook nationaal. Daarin hebben wij als sportbedrijf Almelo op aangehaakt om verenigende verenigingen, maar ook aanbieders te vragen om daarin hun aanbod te promoten. Zodat ja, de senior in Almelo die behoefte heeft aan sport en bewegen, die ook kennis kan maken met het aanbod wat er is in de gemeente Almelo. Waarom is bewegen belangrijk voor ouderen? Ja, bewegen is natuurlijk belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor het ouderen. En niet alleen het bewegen is belangrijk, maar zeker ook het stukje sociaal. Wat je net natuurlijk in de kantine hebt gezien, dat ze daar ook bezig zijn. Dat ze met z'n allen een praatje maken, nieuwe mensen ontmoeten. En dat ze niet alleen thuis zitten, maar ook nog lekker even erop uit kunnen. En daarin dus aan de ene kant een stukje bewegen hebben, maar aan de andere kant ook een stukje gezelligheid. Heel fijn om te doen. Het buitensporten is heel fijn. En je blijft gewoon soepel. Want als je ouder wordt, dan moet je toch zorgen dat je al je spieren in beweging houdt. En dat is voor mij ook de motivatie. En het buitensporten vind ik ook erg leuk. En is het ook gezellig? Heel gezellig. Ja. Dat motiveert ook. We zeggen altijd van, oh, het is weer dinsdag, we mogen weer. Hoe is dat om ze te trainen? Heb je er schik van? Ja, ik heb er echt veel schik van. Ik ben, net wat ik zei, ik ben 35 jaar trainer hier bij Sisu. En ik doe het met plezier. Het is ook mijn hobby. Dat gaat fantastisch. Echt waar. Ik heb zoveel. Die mensen komen vanmorgen hier met een big smile. Komen ze hier naartoe. En dan, ze gaan ook een beetje met een big smile weg.